Als het straks in december, januari, februari eigenlijk bijna constant zou regenen, heel veel neerslag valt, dan is het nog maar de vraag of we in sommige regio's genoeg water hebben om de droogte te compenseren. De zomer van 2022 is tot nu toe ontzettend droog, met name in het oosten en het zuidwesten van Nederland. In mei en juni vielen er vaak nog wel een paar onweersbuien die het een beetje op peil hielden. Maar juli verliep eigenlijk vrijwel helemaal droog. En ook augustus is tot nu toe heel warm en droog geweest. En daardoor zijn de waterstanden, het grondwater is ons heel erg gezakt. Op dit moment zitten we op een neerslagtekort gemiddeld over het land van bijna 300 mm. Maar in sommige delen, met name in het zuidwesten en zuidoosten, al richting de 400. Maar de zomer is natuurlijk nog niet voorbij. We hebben nog een aantal weken te gaan. En ook september en oktober zijn de laatste jaren vaak droog en warm. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het neerslagtekort nog veel verder oploopt. En dan is het maar de vraag of we dat wel gaan rechttrekken in de winter. Tijdens een lange droge periode droogt de bodem grotendeels uit. En die droogte komt steeds iets dieper te zitten. Dat wil zeggen dat op dit moment ongeveer 10 tot 15 centimeter onder het aardoppervlak, daar zul je misschien pas het eerste vocht terugvinden. Die laag, die eerste laag, 10 tot 15 centimeter, die wordt keihard als het uitdroogt. Dat betekent dat als er een stortbui opvalt, dat die neerslag wel de grond, natuurlijk op de grond terechtkomt, maar meteen wegspoelt. Het trekt niet de grond in. En dat heeft eigenlijk het gevolg dat we aan die stortbuien niet zo heel veel hebben na een droge periode. Want het levert een extra grote kans op wateroverlast op, omdat het water zakt niet de bodem in. En het spoelt meteen weg. Dus de natuur heeft er niks aan. Tussen 2018 en 2020 had je drie hele droge zomers op een rij, met name in het zuidoosten van Nederland. De droogte van de periode 2018 tot 2020 is vorig jaar eigenlijk voor een grootste deel, al dan niet helemaal, rechtgetrokken. En daardoor trekken we de droogte van nu, van dit moment, ook wat beter. Was dat vorig jaar niet gebeurd, dan was het nu allemaal nog veel nijpender geweest. Normaal tellen we het neerslagtekort alleen over de periode van verdamping, dat is van april tot oktober. Maar als je echt naar het hele jaar gaat kijken, dan moet dat neerslagtekort, normaal gesproken, wat in de zomer ontstaat, in de winter weer aangevuld worden. Maar als dat te groot is, dan gebeurt dat soms niet. En dan zie je de effecten een jaar later of twee jaar later nog van een vorige zomer in de natuur terug. De komende dagen valt er wel af en toe een bui, maar dat helpt allemaal niet zo heel veel tegen de droogte. Volgende week zien we weer een heel groot hoogdrukgebied boven Europa verschijnen, ook weer boven Nederland. En dan is de kans toch heel groot dat we weer een droge periode tegemoet gaan met ook steeds hogere temperaturen. Eind volgende week wellicht op sommige plaatsen weer 30 graden of iets hoger. Ja, en dan zal de verdamping toch doorgaan, ook al worden de dagen langzaam korter. Er verdampt gewoon steeds meer vocht uit de natuur en daardoor zal de droogte in ieder geval tot september steeds verder gaan toenemen. Wat er daarna gebeurt is nog een beetje onzeker. Het lijkt allemaal wel iets wisselvalliger te worden. Toch weer in de loop van september toenemende kans op een paar buien. Maar of er dan al veel regen valt om de droogte echt een beetje te temperen, ik vraag het me af.